De douane is vandaag begonnen met het vaccineren van hun medewerkers tegen het COVID-19-virus. Het COVID-vaccinatieteam was al vroeg op het hoofdkwartier van de douane, om te beginnen met de inenting. Voordat het personeel werd gevaccineerd, kregen zij de nodige instructies en na het prikje volgde een observatieperiode. De gevaccineerden werden aangeraden om paracetamol in te nemen ter voorkoming van mogelijke hoofdpijn. Hoewel de werknemers gevaccineerd zijn, kregen zij het dringende advies om de Mohanne-maatregelen nog altijd in acht te nemen.